Ja, dan zijn we weer bij het volgende onderwerp, sociaal constructivisme. En nou, daar waar de vorige twee stromingen, behaviorisme en cognitivisme, eigenlijk echte stromingen waren, hè, dat was één gemeenschappelijk uitgangspunt. Behaviorisme kijkt alleen naar de buitenkant, cognitivisme betrekt daar ook de interne processen bij. Is het bij constructivisme zo dat het eigenlijk een paraplu-begrip is voor verschillende stromingen en invalshoeken. Bij het constructivisme zien we eigenlijk dat er meer gewerkt wordt met verschillende modellen die ieder een eigen invalshoekbenadering heeft, die wel allemaal gestoeld zijn op een gemeenschappelijke basis. En die basis is, kennis is geconstrueerd. Dus dat komt overeen met de filosofische stroming, weten we nog, helemaal in het begin. Empiricisme. En dus niet het objectivisme dat bij behaviorisme en cognitivisme overheerst. Het is niet radicaal empiricisme. En dus het is niet zo, ik heb het niet beleefd, dus bestaat het niet. Maar betekenis van iets en van werkelijkheid is onderhandeld. We hebben het erover. Wat betekent het nu? Goed, want de kritieken op behaviorisme was dat je alleen maar naar de buitenkant kijkt. Nou, dat kan niet, hebben we gezien. Hè? Want cognitivisten die zeggen nee, je moet ook die interne processen erbij gaan betrekken. Maar de cognitivisten die hadden geen aandacht voor processen als motivatie, emotie en motoriek. Er werd echt alleen puur naar die geheugenprocessen gekeken. Nou, om leren te verklaren, vinden we nu, daar kun je het niet daarbij laten. Je moet ook motivatie, emotie en motoriek erbij gaan betrekken. Daarnaast was er bij cognitivisme geen aandacht voor de ervaringen. Er werd gedacht, hè, je bent gewoon een vat, lerende, je bent een vat. Hier krijg je instructiemateriaal, neem het allemaal maar op pak het maar op van het papier of het scherm of wat dan ook. Terwijl we eigenlijk ook gezien hebben dat als wij beginnen met leven, als we geboren worden, dan zijn het dan net de ervaringen die we opdoen, die voor ons initiële kennisopbouw zorgen eigenlijk. Nou, dus aandacht voor ervaring is ook belangrijk, zeggen de constructivisten. En kritiek op cognitivisme was, het was individueel. Jij en het boek, of jij en jouw leeromgeving. Er wordt niet gekeken naar sociale interactie met de omgeving. Dat is wat constructivisme ook doet. Wij beperken ons tot het sociaal constructivisme. Er zijn ook nog andere vormen, namelijk ook het cognitivistisch constructivisme bijvoorbeeld. Maar wij kijken nu specifiek naar het sociaal constructivisme. Even kijken. Ja. Goed, wat zijn uitgangspunten bij dat cognitivisme? Constructivisme. Sociaal constructivisme. Iedere lerende brengt eigen kennis in bij het leerproces, gebaseerd op eerdere leerprocessen en ervaringen, en bepaalt hoe en wat verder wordt geleerd. Wat betekent dat nou? Nou, jullie zijn bijvoorbeeld ook, zoals je naar dit college zit te kijken, individuen die ieder eigen leerprocessen meegemaakt hebben, die afwijken van anderen, eigen ervaringen hebben meegemaakt, dus ook andere mentale modellen hebben, en andere ervaringen met dat leren hebben. Jouw mate van activiteit, jouw houding, bepaalt ook hoe en wat er verder geleerd wordt. Kijk, op het moment dat jouw interesse wegzweeft, en dat kan ik me natuurlijk heel goed voorstellen, bepaalt dat ook dat, wat ik nu bijvoorbeeld vertel, minder geleerd zou worden. Ben jij heel geïnteresseerd en ben je er actief bij, dan leer jij natuurlijk meer en anders waarschijnlijk. Dus dat heeft met een aantal factoren te maken. Interesse, ervaringen uit het verleden, schemaopbouw. Nou, dat bepaalt wat jij individueel gaat leren. Volgende punt is dat de kern van die kennis onmogelijk overgedragen kan worden van de een naar de ander. Het is niet gelijk, omdat die kennis het resultaat is van persoonlijke interpretatie van die ervaringen. Beïnvloed door persoonlijke karakteristieken. Dus dat sluit een beetje aan bij wat ik net zei. Jij zult waarschijnlijk informatie anders interpreteren, iets anders interpreteren dan een andere persoon, of dan ik doe. Dat wil niet zeggen dat dat fout is, want het is zoals jij het interpreteert, hoe jij het opneemt. Dus je eigen interpretatie, die hebben we,
En er zal een groot deel overlap zijn, maar het is altijd persoonlijk, afhankelijk van hoe het landt bij jou in de verwerking en ook in de reeds aanwezige schema's die je hebt. En dat is niet erg, want we hebben wel die eigen interpretatie. Iedereen denkt een beetje anders, maar we kunnen tot overeenstemming komen over die kennis. Want we kunnen praten, we kunnen het gesprek voeren en we kunnen een overeenstemming voeren over hoe we het zien. We kunnen namelijk ook tot de conclusie komen, let's agree to disagree, omdat we verschillende perspectieven hebben en die van elkaar respecteren en begrijpen ook, vooral dat begrijpen. Ander uitgangspunt nog is, kennis ontwikkelt zich en verandert. Het is niet een statisch iets, het kan veranderen. Als ik nu op een bepaalde manier over iets denk, dan zou zich dat kunnen ontwikkelen. Kijk naar deze hele intelligente lockdown situatie. Je kunt daar een mening over hebben. En die is gebaseerd op bronnen die jij tot nu toe bekeken hebt. Bijvoorbeeld, laten we zeggen... Ik weet niet of jullie Robert Jensen kennen bijvoorbeeld. Nou, Robert Jensen is een DJ en een tv-persoonlijkheid van een tijdje terug. En die neemt nu de rol op van de Nederlandse Alex Jones. Ik weet niet of je Alex Jones kent uit Amerika, maar dat is zo'n complotdenker die tegen anti-establishment is. En eigenlijk mensen opruit. Die wordt ook heel erg boos altijd onscreen. Nou, Robert Jensen neemt nu ook die rol op zich. Stel je voor, jouw enige bron van informatie over de hele lockdown zou Robert Jensen zijn. Dan bouw je kennis op basis van dat perspectief. Ga je dan ook naar andere bronnen kijken of je praat met andere mensen die zeggen nee, wat hij zegt, dat klopt allemaal niet. Dan kan jouw kennis over en jouw houding ten aanzien van die hele lockdown situatie veranderen. Andersom kan het natuurlijk ook, hè? Je zou ook de andere kant op beïnvloed kunnen worden. Dus dat een beetje als voorbeeld over hoe kennis zich ontwikkelt en verandert. Ja, ik weet niet of dat een heel mooi voorbeeld is, maar ik denk dat het wel enigszins... duidelijk wordt. Net zoals de Facebook bubbles, hè, waar we in verkeren. Als we alleen in dat eigen kringetje zitten, dan is dat ons beeld van de wereld. Stappen we daar buiten, praten we met andere mensen, andere bronnen, dan kan onze kennis zich weer verder ontwikkelen en veranderen. Zonder dat ik daar een uitspraak doe over wat goed is of niet. Hè. Het is, feit is dat het zo is. Goed. Nog een aantal termen die sociaal constructivisme kenmerken. Constructief leren is actief leren. Jij als lerende moet een actieve houding nemen in dat leerproces. Het is niet zo dat jij gaat zitten en overspoeld wordt met kennis. Nee, het is actief verwerken. Jij doet dat. Het is constructief. Dus wij construeren kennis. Het is niet zo dat we gegevens accepteren zoals ze zijn. Van deel natuurlijk wel. Maar wij interpreteren dat en wij vormen onze schema's. Samenwerkend, we doen dat in interactie met anderen. Deze vorm, hoorcollege, is natuurlijk een wat minder samenwerkende vorm, want ik vertel en jij luistert, maar jij bent aan het interpreteren. Het liefste hadden we die dialoog met elkaar nu, maar dat doen we na het college wel, dan kunnen we het hierover hebben en gaan jullie ook actief nog verwerken. Want door de dialoog kunnen wij onze verschillende perspectieven met elkaar in overeenstemming brengen. Kunnen we het daarover hebben? Deze visie op die visie. Wat vinden we nou gezamenlijk? Kunnen we in het gesprek komen tot nieuw geconstrueerde kennis? Conversationeel hoort daarbij natuurlijk. Hè? We praten erover, dat is wat ik net zei. Reflectief. Ik reflecteer over wat ik geleerd heb. En ik reflecteer ook op de manier waarop ik geleerd heb. Metacognitief. Weet je wel nog? Het is vaak gecontextualiseerd. Je kunt kennis niet uit een context halen en abstraheren in veel gevallen. Het is complex, want we zien dingen als geheel. Hè. We kunnen, als we zelf naar de wereld kijken, zien we niet de stelling van Pythagoras in het dak van het huis van de buren bijvoorbeeld, als ik nu hiernaast kijk. Nee, we zien dat als geheel. En natuurlijk, een geheel bestaat uit delen. Maar de deeltjes staan niet op zichzelf. Dat is het punt. En intentioneel leren. Ik heb de bedoeling om te leren. Dat is een uitgangspunt bij constructief leren. En ook dat heeft er weer mee te maken. Heeft
ja, dat lijkt een beetje op actief, hè. Ik leer niet per ongeluk als ik constructief aan het leren ben. Het overkomt me niet. Ik denk niet in één keer, oh, wat heb ik nou geleerd? Nee, ik ben bezig met het ontdekken van wat gebeurt hier. Goed, dat zijn die uitgangspunten. Nou, dan gaan we kijken naar een aantal mensen die een rol gespeeld hebben bij dat sociaal constructivisme in opkomst. En een van die mensen was Piaget, een Fransman. Kon hij ook niks aan doen. Wat heeft Piaget ons geleerd? Twee dingen. Er zijn verschillende soorten kennis. Hij benoemde fysiek-empirische kennis, hè, kennis over de fysieke objecten. Hoe komen we aan die kennis? Piaget keek trouwens vooral naar ontwikkelingsfase bij kinderen. Hoe komen we nou tot die fysieke kennis? Nou, als kind doen we dit soort dingen. Ik heb een nieuw object, kom een nieuw object tegen, een blokje of een pen in dit geval. Wat doet een kind als eerste? Stop dat in zijn mond, want dat zijn de dingen die hij kent. Hè? Kinderen die pas geboren zijn, die weten dat ze eten, dat doen ze met hun mond. Die weten dat ze geluid kunnen maken, schreeuwen met hun mond. Dus het eerste wat ze doen is in de mond stoppen, want zo ervaren zij de wereld, hè? Met hun handen en met hun mond en met hun ogen natuurlijk. Naarmate dat we ouder worden, stoppen we minder dingen in ons mond en kijken we naar de fysiek-empirische gegevens over dingen op een andere manier. We kunnen dat meten, hè, bijvoorbeeld temperatuur of dichtheid en al dat soort dingen. Andere vorm van kennis is logisch-wiskundige kennis. Dat is abstracte kennis. En dat is bijvoorbeeld vooral meten, hè, maar ook zwaartekrachtberekeningen, dat soort dingen. Eigenlijk redelijk objectivistisch. En de derde vorm van kennis is sociale kennis. Kennis gemaakt door de mens. Niet afgeleid van de wereld. Maar afgeleid van de interactie met mensen. En als je voorbeelden ziet, dan is dat ook taal, moraal, regels, waarden, dat soort dingen. Nou, wat Piaget nog meer ontdekt heeft, is dat de ontwikkeling van kinderen in een viertal vaste fases verloopt. Die ongeveer in deze leeftijdsaanduidingen te vervatten zijn. Dus jonger dan 2 jaar ben je vooral sensorisch-motorisch bezig en dan krijg je de pre-operationele fase, concrete operationele fase en de formele operationele fase. Het gaat steeds meer van fysieke naar abstract. Waarbij sociale kennis eigenlijk de hele tijd doorloopt natuurlijk. Als je nou iets met basisschoolkinderen wil gaan doen, dan is dit natuurlijk wel interessant. Want je ziet heel duidelijk dat ze op een bepaalde manier dus leren, een ontwikkelingsverloop hebben. En dat betekent dus ook iets over de manier waarop je informatie zou moeten aanbieden. Zoek, als je dat wil gaan doen, naar Piaget. Goed, dan hebben we nog iemand, Lev Vygotsky. En Vygotsky ging heel erg in op het sociale construct. We leren in een sociale context. Een sociale en culturele context. En die is redelijk bepalend voor die cognitieve ontwikkeling. Een punt waar we nog steeds Vygotsky dankbaar voor zijn, is wat hij noemt de zone van naaste ontwikkeling. Kijk, die lerende, die kan niet in één keer een hele grote sprong maken in zijn ontwikkeling. Hij kan niet van, hoe moet ik dat zeggen, laten we zeggen, van amateur raketbouwer naar NASA rocket scientist gaan. Die sprong is gewoon te groot. Dat kan niet. Dus Piaget heeft gezegd, wij kunnen stapjes maken in de zone van naaste ontwikkeling. Als dit het niveau is waar we zijn, en we uiteindelijk hieruit willen komen, dan moeten we dat doen met tussenstapjes. Steeds een klein beetje verder dan wat we nu kunnen, een klein beetje verder dan wat we nu kunnen. En de key daarin is adequate begeleiding. Dat kan zijn door een docent, maar dat kan ook zijn door een gelijke, een peer, die net iets verder is. Hebben jullie vast ook wel gemerkt, hè, in leren, als een docent bijvoorbeeld een stuk in de verte aan het ratelen is dat voor jou net te ver is, dan helpt het heel vaak om aan een medestudent te vragen van, hey, wat bedoelt hij nou eigenlijk? En die medestudenten, die misschien net een klein stukje verder is in de ontwikkeling dan jij, die kan jou dat in andere bewoordingen aanleren of vertellen of uitleggen. Die zit iets dichter bij jouw kennisniveau en kan jou dus makkelijker verder helpen. Dat stapje, daar waar die docent bijvoorbeeld al te ver is voor jou. Dat zou heel goed kunnen.
Natuurlijk zou een goede docent ook terug kunnen kijken naar waar zit hij nou eigenlijk? Wat ben je nou? En waar moet je naartoe? Wat is jouw zone van naaste ontwikkeling? En dan help ik jou met dat stapje die kant op zetten. Klinkt allemaal heel logisch, hè? Komt omdat we dat natuurlijk ook gewoon uitvoeren in ons huidige onderwijs. Nou, dan deze nog. Brunner. Jérôme Brunner. Twee dingen die bij hem belangrijk zijn. Ook kennisvormen. Of eigenlijk de manier waarop dat we kennis representeren. En hij benoemt concreet, iconisch en abstract. Komt een beetje overeen, hè, met de kennisvormen van Piaget. En in het voorbeeldje wat je hier ziet, zie je drie wiskundige werkbaartjes. En dit is heel concreet, hè, met materiaal. Je hebt twee snoepjes. Hoeveel zijn dat? Nou, dat is een stomme vraag, maar het zijn er twee. Maar dit zijn twee snoepjes. Dit is één snoepje. Tel de snoepjes maar. 1, 2. Heel fysiek. En dan zie je hier dat er al een iconische vorm is. Hè? Het zijn geen echte objecten meer, maar het zijn representaties van objecten. Hier zie je 4 bananen, 4 plaatjes van bananen. Dan wordt het al een stukje abstracter. En de derde vorm is een abstract symbolische weergave. Dus echt abstract. Namelijk een getal. We zien niet meer 2 snoepjes of 4 plaatjes van bananen. Maar we zien het getal 4. En dat is een heel abstracte vorm. Nogmaals, hij komt heel best overeen met twee vormen van de kennis van Piaget. En Brunner heeft ontdekkend leren geïntroduceerd. Discovery learning. Als ik uitga van een opzet, een vraag eigenlijk, en ik wil gaan ontdekken, dan is mijn motivatie om te leren vaak veel hoger. Bijvoorbeeld een raadsel, hè. Je krijgt een situatie te zien met een gebroken vaas. De vaas is gebroken. Hoe komt dat? En dan ga je ontdekken, hoe zou dat kunnen? Had die vaas misschien hier op de tafeltje gestaan en is die poes die daar zit, dat tegenaan gekletst? Dat soort dingen. Dan ben je bezig met het oplossen van een probleem, met het stellen van een vraag waar jij in geïnteresseerd bent. Dat is wel een voorwaarde. En door te ontdekken kun jij ook leren. Er zijn wel wat voorwaardes aan en er is wat kritiek op de manier waarop ontdekkend leren soms ingezet wordt. Want je kunt het niet bij alles toepassen. Als je het fout toepast en je zegt, oké, student, ga maar lekker, of lerende leerling, ga maar lekker ontdekken wat er allemaal is. Dat kan niet, hè. Want een beginnende lerende die heeft niet de mogelijkheden, de methodes om zijn onderzoek zelfstandig al op te zetten. Dus er moet veel begeleiding zijn. En dat is key bij ontdekkend leren. Het moet gescaffold zijn. Je kunt niet iemand in het water gooien en verwachten dat hij kan zwemmen. Ja, ontdek maar hoe je gaat zwemmen. Dat is gelukkig niet de methode waarop zwemmen geleerd wordt. Tegenwoordig, vroeger wel. Nee, dat moet heel begeleid. Dat ontdekkend leren. Zwemmen is dus een voorbeeld van wat we niet met ontdekkend leren kunnen gaan oplossen. Dat moet echt met directe instructie. Goed, nog een vorm. Ervaringsleren, experiential learning. Die gaat ervan uit van, ja, wij leren het beste van concrete ervaringen. Als we een concrete ervaring gehad hebben, kunnen we daarop reflecteren. Wat is er nou gebeurd? En kunnen we van daaruit kennis gaan abstraheren. En daar vervolgens mee gaan experimenteren. Dus ik doe eerst een concrete ervaring. Ik word geconfronteerd met, laten we dat bij jullie nemen. Gen art bijvoorbeeld, ik word geconfronteerd eerst met een kunstwerk. En dan denk ik, wat is hier nou gebeurd? Al die spetters op de muur. Dan ga ik erover reflecteren. Hoe zou die dat bedoeld kunnen hebben, die kunstenaar? Kan ik patronen ontdekken? Andere dingen zien? Geen idee. En vanuit die reflectie kun je dan uiteindelijk gaan abstraheren. Oh, wacht even. Hij heeft verschillende kleuren gebruikt. Hij heeft een vast patroon opgezet. Oké. Zou ik dat ook kunnen doen? Laat ik daar eens mee gaan experimenteren. En dan kun je dus met die kennis die je geabstraheerd hebt, kun je zelf verder gaan experimenteren om tot nieuwe dingen te komen. En dat is een cyclus wat je hier dus ook ziet. Hè? Dus die eerste ronde is een externe concrete ervaring. Daar reflecteer je op, je abstraheert, je gaat experimenteren. En jouw experiment wordt dan jouw volgende concrete ervaring, waar je weer op gaat reflecteren,
nieuwe kennis uithaalt en verder mee kunt gaan experimenteren. Dat is heel waardevol, hè? Want zo doen we dat. Eigenlijk doen we dat natuurlijk ook al op deze manier. Een kind wordt geconfronteerd met een concrete ervaring. Er is een hond. Oh, wat is dat voor een dier? Dan gaat hij daarover nadenken. Reflectie. Abstraheert en hij gaat experimenteren. Oké, ik weet nou dat die hond vier poten heeft in de staat. Wat gebeurt er als ik dit doe bij die hond? Nou, dan bijt hij. En dan wordt op die manier mijn beeld, mijn kennis over dat subject, dat onderwerp, wordt uitgebouwd. Goed, nog een vorm. Situated cognition. Leren in context. Wij leren altijd in context eigenlijk het beste. Als wij vanuit een boek moeten leren dat niet in verbinding staat met onze praktijk, dan is dat moeilijker leren dan wanneer wij geconfronteerd worden met een praktijk. En we gaan vanuit die praktijk ook abstraheren, wat we net ook zagen. Dus in de praktijk leren wij ook heel goed. Je ziet het ook bij stage. Dan zit je echt letterlijk in de praktijk en leert van de mensen om je heen, de situaties, de authentieke contexten. Daarom proberen wij ook altijd authentieke opdrachten in ons onderwijs te zetten, omdat dat heel goed werkt. En je hebt met verschillende kennismensen te maken. Jij zelf zou, als je binnenkomt, een novice zijn. En je hebt medios, die net iets verder zijn van jou dan jij bent. En je hebt experts die echt heel ver zijn en een heleboel kennis hebben. En dan zitten we ook weer, zie je die link met Vygotsky, zone van naaste ontwikkeling. De novice en de medio, die zitten heel dicht bij elkaar. Dus die medio kan die novice helpen in zijn zone van naaste ontwikkeling. Datzelfde geldt ook voor die expert en die medio. Die expert helpt die medio verder. En die expert is voor die novice een lichtend voorbeeld in de verte. Want daar is echt heel veel kennis te halen, dat kan hij zien. Denk eens wat er ook bij hoort, communities of practice. Dat proberen wij eigenlijk in ons onderwijs ook op te zetten, maar dat is lastig. Als wij jullie bijvoorbeeld laten, jullie zijn nou derdejaars, als we die laten samenwerken met tweedejaars, dan hebben we ook een soort van community of practice. In een schoolsetting is dat heel moeilijk te organiseren, maar het is wel iets dat super goed werkt. En het lukt ons ook steeds beter. Dus leren is gesitueerd. Dan komen we bij een onderwijsvorm samenwerkend leren of coöperatief leren. Sociaal constructivisme, het gaat ook in de interactie met elkaar. Door te praten kunnen wij ons eigen begrip verhogen en dat van anderen. Komen we tot gemeenschappelijke overeenstemming over wat dit betekent. Wat is nou die kennis? En samenwerkend leren, dat is allemaal onderzocht. Hè? Dat geldt uiteraard voor alles wat ik vertel. Samenwerkend leren, mits goed uitgevoerd, heeft voordelen ten opzichte van individueel of competitief leren, namelijk betere prestaties, verbetering van leerprocessen. Je leert beter te leren. Hogere transfer. Transfer betekent dat wat ik in deze situatie leer, kan ik ook toepassen in een andere situatie. Als je dat kunt, dan heb je heel sterk geleerd. Betere sociale vaardigheden, interacties en hechtere interpersoonlijke relaties, natuurlijk. Dat is logisch op zich ook. Hè? Als ik meer met mensen samenwerk, is het goed gaat. Verbeter ik ook in mijn sociale vaardigheden. Als ik ten opzichte van wanneer ik niet met anderen samenwerk. En verhoog de motivatie in het uitvoeren van leertaken. En nogmaals, mits het goed uitgevoerd is. Er is trouwens een verschil, een duidelijk verschil, laat ik dat ook uitspreken, tussen goed samenwerkend leren en groepswerk. Groepswerk is niet altijd automatisch samenwerkend leren. Want wat gebeurt er heel vaak in groepswerk? Taken worden verdeeld met als doel om zo snel mogelijk de gezamenlijke taak af te ronden. Het doel bij groepswerk is heel vaak niet samen leren. En dat zou het wel moeten zijn, wil je daar het meeste uithalen. Ik heb ook een aantal samenwerkend leren opdrachten in deze cursus zitten. Daar starten we na deze college reeks mee. En wat ik je vast wil meegeven is, zorg ervoor dat je door hebt met z'n allen dat het niet gaat om de taak zo snel mogelijk af te ronden, maar dat het gaat om samen zo goed mogelijk te leren. Ik zal dat nog wel een aantal keer herhalen.
Wanneer is samenwerkend leren succesvol? Of wanneer kan het alleen succesvol zijn als er voldaan wordt aan 5 voorwaarden? De eerste is positieve interdependence. Wij moeten afhankelijk zijn van elkaar. Ik moet op jou kunnen vertrouwen dat jij doet wat je moet doen, omdat ik van jou afhankelijk ben om beter te leren. En daar zitten we op dat key punt. Hè. Het gaat er niet om dat we samen de taak zo snel mogelijk volbrengen, maar dat we samen zo goed mogelijk leren. Dus ik ben afhankelijk van jou om voor mijn leerproces. Dus ik moet wel met jou interacteren om zelf goed te kunnen leren. Volgende is individuele verantwoordelijkheid. Ik moet persoonlijk aangesproken kunnen worden op mijn deel in het geheel. Ik heb die verantwoordelijkheid en ik word erop aangesproken. Dat gebeurt heel vaak niet, hè? Als iemand zijn samenwerkende leertaak niet doet, dan vinden wij het lastig om iemand daarop aan te spreken. Wat eerder gebeurt is, we gaan liggen godveren. Godveren, hij doet het niet. Of zij doet het niet. Ik moet alles doen. Herken je vast wel, hè? Beter is om iemand aan te spreken. Ik ben van jou afhankelijk voor mijn leerproces. Lever mij dit nou aan. En daar constructief mee bezig te zijn. Face-to-face interactie moet gewaarborgd worden. We moeten met elkaar kunnen praten. Anders werkt het natuurlijk niet. Daarvoor hebben we social skills nodig. We moeten constructief kunnen praten. Dus we moeten in ieder geval in staat zijn om gesprekken te voeren. En we moeten het hebben over groepsprocessing. Hoe gaat het in de groep? Dat moeten we bewaken. Dat moet oké zijn. Zonder deze 5 voorwaarden werkt samenwerkend leren niet. Goed. Dus als je een samenwerkend leren opdracht gaat opzetten, dan moet je dit doen. Interafhankelijke groepen vormen. Dus het moet niet mogelijk zijn dat ieder zijn eigen taakje doet en pleurt dat bij elkaar en that's it. Nee, er moet een interafhankelijkheid bestaan. Jouw inbreng helpt mij om ook te leren. Dus het is niet zo, pleur het er maar in. Ik doe het rapport wel en jij doet de MMT. Nee, wij doen dit allemaal. We gaan het hebben over MMT. Hoe zit dat nou? Wat heb je daar voor oplossing gekozen? Je hebt het daarover en dan kun je gezamenlijk MMT kennis opbouwen. In plaats van, ja, ik doe dat wel en doe jij het rapport maar. Snap je het verschil? Groepsdoelen, heel belangrijk. We moeten een gemeenschappelijk doel hebben waar we naartoe werken. Die individuele verantwoordelijkheid is belangrijk. En daar moet je ook op aangesproken kunnen worden. Als onderwijs moeten wij ervoor zorgen dat je communicatieve vaardigheden aangeleerd hebt op het moment dat je die er niet, op het moment dat die er niet zijn, dat je die niet hebt. En je moet probleemoplossende vaardigheden kunnen hebben. En integreer samenwerkend leren met andere structuren. Het is niet zo dat je alleen met samenwerkend leren je onderwijs kunt vormgeven. Er moeten ook nog andere vormen zijn. Goed, komen we bij de laatste. Probleemgestuurd onderwijs. Vast soms van gehoord, hè? PGO. Dat wordt in verschillende vormen toegepast. Universiteit van Maastricht kent bijvoorbeeld de 7-sprong-methode. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt van medestudenten misschien. Of vrienden van je die daar studeren. Wij bij CMD passen ook probleemgestuurd onderwijs toe. Alleen noemen we dat case-based, research-based onderwijs, projectonderwijs. Uitgangspunten daarbij zijn, en ik hoop dat je die herkent in het onderwijs dat wij uitvoeren. Leren is verankerd in grote taken of probleemsituaties. Whole-task onderwijs, wat wij doen, er is een grote taak en daar is het onderwijs in die periode aan gesitueerd. Ook in jullie geval nu, hè, in de middel, je hebt een project met een doel waar je aan gaat werken, waar jouw leerproces aan gekoppeld is. De lerende wordt daardoor eigenaar van het probleem of de taak. En dat is belangrijk, hè? Het gaat om actief, intentioneel leren. De lerende moet eigenaarschap nemen over zijn leerproces. Authentieke taken op het niveau van de lerende. Ik hoop dat je dat ook terugziet in jouw leerplan, hè? Dat je aan het opstellen bent. Authentieke taak is jouw project. Op het niveau van de lerende is, welke competenties wil je doen en wat is het niveau, criterium, waarop dat je dat wil gaan afleveren.
Taken zijn voldoende complex. Daar hebben we het over, ook in dat leerplan. Hè. Is dit voldoende mate, zeg maar, om de studielast die je nu moet doen en de complexiteit in jouw ontwikkelingstraject voldoet dat daaraan? De leerling komt met oplossingen, als het goed is. Jij gaat op ontdekking uit, op onderzoek uit en komt met, hey, dit zou een oplossing voor dit probleem kunnen zijn. De docent daagt de lerende uit, maar neemt geen rol. En dat is voor ons vaak heel lastig, hè, om jou te blijven uitdagen, maar geen rol te nemen. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld bij mijn eigen vakgebied dingen. Nou, daar wil ik het liefst ook een rol in willen nemen. Want ja, ik wil ook mee oplossen. Ik vind dat ook interessant om te doen. Maar dat mag ik eigenlijk niet doen. Toetsing vindt plaats in een samenwerkingscontext met andere lerenden en experts. Ook dat is iets, dat is heel lastig. Hè? Het liefste zouden we natuurlijk in de toetsing, en dat doen we ook in deze minor, jou als eerste een uitspraak willen laten doen over jouw leerprestaties. Het liefst de lerenden om jou heen daar ook een uitspraak over doen. En als docenten zelf ook een uitspraak over doen. En dan gezamenlijk tot een uitspraak komen over jouw leerprestatie. Vooral dat peer beoordelen is een heel lastige. En de lerende wordt gestimuleerd te reflecteren op eigen kennis en kennisverwerkingsproces. Ja, ik hoop dat je die ook ziet. Het portfolio bijvoorbeeld. Is daar echt een voorbeeld van. En ook de voortgangsgesprekken die we gaan hebben met z'n allen. Reflecteren op jouw leerproces. Dus niet inhoudelijk. Ik loop tegen dit probleem aan. Hoe werkt dit? Tralala. Nee. Hoe ben je nou aan het presteren op jouw leerdoelen? Hoe doe je dat? Goed, daarmee zijn we aan het einde van sociaal constructivisme gekomen. Ik hoop dat je een hoop van de dingen herkent. En nogmaals, hè, we doen dit in vogelvlucht. Er is zoveel meer te vertellen over al die stromingen. Maar het gaat even om de grote gehele. Dingen waar je even kennis van genomen moet hebben. En verdieping zoeken we op in latere series. Goed. Dit was sociaal constructivisme. We gaan door in de volgende video met hoger orde denkvaardigheden.